Ik hoor jou net aan tafel, hoor ik jou zeggen. Vrijdag moet ik naar de... Tandarts. Naar de tandarts. Maar ik ga je wat vertellen. De vorige keer dat je naar de tandarts ging, heb jij de hele week van tevoren... Heb jij al die nachtjes, heb jij heel slecht geslapen. En elke keer als je daaraan moest denken, dacht je... Oh nee, tandarts, vreselijk. Is het ook. Is het ook. Maar toen gingen we er naartoe. En toen kwamen we binnen en toen gaf je een hand. En toen ging je liggen. En wat gebeurde er toen als eerste? Als eerste gingen ze kijken in je mond, toch? Ja. Als eerste gingen ze kijken. En daarna deden ze me met een soort watje, deden ze een middeltje erop. En dat middeltje die ging op jouw tandvlees. Kijk, dit zijn je tanden. En boven je tanden zit zo hier je tandvlees. Daar ging het op. En wat gebeurde er daarmee? Daardoor werd het? Lichtjes verdoofd. Daardoor werd het verdoofd. Niet helemaal. En alles wat daarna gebeurde, alle dingen die daarna gebeurden, voelde je wel drukken. Maar je voelde geen pijn. En uiteindelijk gingen we naar huis toe. En toen zei jij... Het valt best mee. Het valt best mee. En dit is wat de tandarts altijd doet. Ik schrijf het erbij, want dit is een belangrijke. Wat de tandarts... Ik heb geen zin in fluoop en pies. Dat snap ik. Ik snap dat je er geen zin in hebt. Maar luister, voor pijn hoef je niet bang te zijn. Want dat gaat niet gebeuren. Want altijd zorgt de tandarts ervoor dat het goed verdoofd is met een zalfje. Dus dat betekent, jij mag best denken... Geen zin? Ik heb geen zin. Dat kan. Tuurlijk, tandarts is ook niet iets om zin in te hebben. Maar tandarts hoef jij niet meer te denken, want het valt best mee. Geef me de 5 bieten samenhang, daar waar die ontbreekt.